Ja, vandaag kijk je voor het eerst naar een zeer gefocuste en ambitieuze, maar toch ook vooral onervaren en niet bijster talentvolle Formule 1 gamer. Veel plezier, abonneer je even op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog als je dit leuk vindt. De allereerste Formule 1 2020 game video. Veel plezier. Wil jij een nieuwe game kopen of heb je je controller tegen de muur gegooid? Heb je iets nodig van hardware of software? Check dan zeker even het linkje in de beschrijving van mijn partner G2A. Dat is de grootste internationale gaming marktplaats. En dit is wat we doen. We gaan Formule 1 My Team spelen. Dit wordt ons character, Koenraad Weilando. En onze ploeg gaat Team 39 heten. 39 uiteraard het symbool. En dan is dit meteen een heel belangrijke keuze. We gaan voor een hoofdsponsor. Waarbij je niet alleen moet kijken naar het grote bedrag onderaan. Dat is onze startpremie eigenlijk. Een soort van tekenbonus. Maar ook naar de doelen die zij stellen voordat je weer flink gaat cashen eigenlijk. Ik heb dit echt letterlijk nog nooit gedaan. Vorige week in Utrecht voor het eerst met wat YouTubers gespeeld. Nog nooit deze game echt gespeeld. Ik denk, laat ik niet te hoog van de toren blazen. We gaan voor Equinox. En vervolgens moeten we dan even een motor kopen. Renault, ja, oké. Okay. Maar Mercedes ziet er toch veel beter uit. Kost wel wat meer. 7 ton maar liefst. En ja, dan komen we eigenlijk van een koude kermis thuis. Want we hebben ook nog een ploeggenoot nodig. En dit zijn allemaal echt prutsers eerste klas. Tatjana, ja, dat klinkt gezellig. Maar uiteindelijk gaan we toch voor de zoon van... De zoon van de grote meneer. En dat is nu Mick Schumacher, Duits. Net als Mercedes. Maar dat is dan te duur. Hadden we of een ander contract kunnen kiezen. Maar we gaan uiteindelijk maar gewoon voor de Renault motor. Dus dan wordt dan toch iets minder Duits. Duits-Frans. Ja, ach. Duits-Frans, daar komen we allemaal doorheen. Want we gaan voor 22 races. En dit worden dan de instellingen. Ja, geen idee wat normaal is, jongens. Zoals ik zeg, ik heb helemaal niet veel ervaring hiermee. Uiteindelijk zet ik hem maar gewoon op medium. 50. Laat me even weten op wat jullie spelen. Als jullie dit spelen. En ja, of ik misschien wat instellingen her en der nog moet aanpassen of moet aanpassen. Standaard staat rechtsboven. Dat is hoe we gaan spelen. Ik dacht eerst van laat ik hem even op experience zetten. Want ja, ik heb het toch 2 keer gedaan. Deze game, wie weet. Nou ja, dat zijn de instellingen. Geef me wat tips, wat feedback alsjeblieft in de comments als ik dat nodig heb. Ja, dan krijg je wat leuke vragen. Ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed, die vragen die krijg je van een zeer bekwame journalist. En met die vragen kun je alvast wat druk uitoefenen. Of je karakter een klein beetje laten gelden. En natuurlijk krijgen bepaalde onderdelen van ons team. Team 39, daar een bepaald gevoel bij. Als ik volle druk zet op de mannen die de motor moeten bouwen. Dan krijgen ze het gelijk te horen. En dan gaan ze meteen onderpresteren. Of juist extra hun best doen. Ik weet het niet. Dan krijgen we een geweldige, gelikte autopresentatie. Ik heb deze zeer zorgvuldig... Zeer zorgvuldig ontworpen met een beetje goud. Het is eigenlijk meer geel geworden. Ja, dat is meteen de eerste mislukking. Maar mooie 39 erop. En onze hoofdsponsor op de voorvleugel. En die voorvleugel, ja, die gaan we wel terugzien in deze eerste GP van Australië. We beginnen met de open trainingen. En ik dacht, laat ik daar maar even heel goed gebruik van maken. Want ja, als gezegd, dit zijn mijn eerste meters in deze game. Vorige Formule 1 games heb ik niet gespeeld. In Utrecht was ik een beetje gemiddeld. 20 YouTubers deden er vorige week mee bij die launchparty. Ik reed volgens mij de 6e tijd bij de kwalificatie en werd uiteindelijk 7e bij de GP. Dus ja, nou, wie weet, denk je dan? Ja, bots. Meteen de allereerste bocht. Maar ik moet zeggen, ja, ik wist hier nog niet echt hoe en wat met instellingen ook. En ik was hier nog zelfs aan het schakelen. Dat heb ik al vrij snel uitgezet. Allerlei dingen moest ik nog even aanpassen. Die DRS en dergelijke. Ik weet het niet. Ik moest ook wennen overigens aan de stoel. Het is een heel andere stoel dan in Utrecht. Ja, je ziet het. Ik laat even wat prachtige beelden van het begin zien. Maar ik reed nu met een Logitech stoel in Utrecht met een Fanatic uitrusting. Dat was nog wat lijper. Maar ik wil echt een hele dikke shout-out doen naar alle mensen van H20 in Purmerend. Waar ik in de stoel heb mogen spelen. Geweldig mooie venue. Daar gaan jullie wel wat vaker wat dingen van horen. Want daar ga ik misschien over een tijdje wel wat events organiseren. Heel veel dingen kunnen we daar doen. Maar ik game dus echt in een stoel. Ik speel deze Formule 1 game in een stoel. 10 keer vetter vind ik dan met een controller. En ik hoop ook dat het voor jullie leuker gaat zijn om te zien. Die gaan jullie straks ook zien bij de echte race. Dit is dus nog de training. En dit wordt denk ik mijn eerste echte goede rondje. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik hier echt al wel... Ja, ik denk wel echt een half uur aan trainingsrondjes op had zitten. Echt een beetje feeling moest krijgen met niet alleen die stoel, maar ook met die auto voor mijn gevoel. Het was echt even anders rijden. Soms had ik het gevoel dat ik, ook al waren die pijlen groen, hem toch niet helemaal door kon trekken met het gas open. Dus dat was echt allemaal eventjes gewend raken aan deze auto. Waarschijnlijk begin je in deze carrière ook met een matige auto. Dat zag je natuurlijk ook met die motor en dergelijke. Misschien dat het ook daardoor komt. En ik ben zelf ook niet het grootste talent. Daar gaan jullie nog wel achter komen. Maar we rijden hier vlak achter onze grote vriend. En
we kunnen een klein beetje in zijn spoor blijven. En daardoor misschien wel rijden we ineens best wel een redelijke tijd in deze open training. Ik laat deze hele lap eventjes zien. Ik denk ook als ik dit terugzie, ah, niet slecht. DRS kan geopend worden in bepaalde bochten. Ik meen bocht 1, 3 en 13 krijg je allemaal te horen. Ik ben trouwens ook geen enorme Formule 1 fanaat. Dus daarin ben ik eigenlijk iets anders dan jullie waarschijnlijk allemaal zijn. Natuurlijk vind ik het heel vet om af en toe naar Max te kijken. Maar ik weet er minder van af dan de gemiddelde Formule 1 kijker in Nederland. Maar ik vind deze game echt heel vet. Toen ik vorige week werd uitgenodigd was ik gelijk enthousiast. En dit is meteen wel een leuke binnenkomer. Toch na een half uurtje oefenen. 1.29.894. Vlak onder de 1.30. En dat is mijn beste rondje tot nu toe. En toen dacht ik, ja, weet je, we laten het hier gewoon bij zitten. Ik stond toen vijfde. Je kan dan gelukkig hier lekker dat klokje laten doorlopen. Ik had echt al een half uur gereden. Dus dan laat je de rest gewoon lekker lopen. En dan word je uiteindelijk hier 11e in de vrije training. Zegt volgens mij niet gek veel. Je kunt wat experience points verzamelen als ik het goed heb. Maar het gaat natuurlijk straks om de kwalificatie en dan om de echte race. En na het uitwringen van mijn trui, na een intensieve open training, realiseerde ik me dat het nu moest gaan gebeuren. One shot. Één kans. En dus, om de druk op te voeren, wist ik, de camera gaat aan. Genoeg gezever, het is tijd jongens voor de kwalificatie. De qualifier, de kwalificatie, hoe je het noemen wilt. En dus één rondje pieken. De laatste trainingsronde was dus prima, onder de 1 minuut 30. En dat was ook een klein beetje mijn streeftijd. Ik dacht, ja, veel sneller dan dat zal ik niet ineens gaan rijden. Maar ja, misschien dat het wat chill is. Ik had die Bottas voor me zitten, virtueel. Je kunt hier natuurlijk niet botsen. Maar ja, ik weet niet of dat heeft geholpen. Je ziet me hier dus voor het eerst ook live aan het werk. Ja, dames en heren, tenminste live. De acties zijn tegelijkertijd. Maar die Bottas, ja, die kun je natuurlijk wel lekker volgen. Heeft een goede lijn. Ik mocht dus nog geen fouten maken. Wat ik zeg, ik kon hem niet altijd doortrekken voor mijn gevoel zoals ik in Utrecht kon met die pijlen die groen waren. Dat ik hem gewoon echt niet eens mijn gas hoefde in te houden. Maar achter die Valtteri Bottas, een 30-jarige Fin, voor de mensen die nog minder dan ik van Formule 1 weten. 30-jarige man uit Finland, rijdt sinds 3-4 jaar voor Mercedes. Mercedes is het allersnelste Formule 1 team. Die hebben gewoon de beste auto, de beste wagens. Die Bottas en Hamilton winnen veel van de GP's. De DRS mag dus open, hartstikke lekker. Dan gaat dat flapje aan de achterkant open, waardoor je nog net iets harder gaat, als ik het zo goed uitleg. En ja, zo zijn we onderweg, 1 minuut 8. En zijn we al bijna bij de laatste bochten. En dan kunnen we dus wel eens een hele mooie tijd neer gaan zetten. Top 10 is een klein beetje waar ik op mik, ook omdat het in het contract stond. Top 10 van de constructors competitie, zoiets is het. Maar kijk eens even naar die tijd. 1.28 zoveel, 1.29 was het geloof ik, wat was het? Hadden we in de laatste training, nu zitten we daar gewoon dik onder. Ik kan het zelf niet geloven. Dat gefocuste kopje. Het is de 10e tijd van de 22 coureurs. Geen idee of dit goed is, jongens. Laat het me weten. Ik heb echt geen idee, hè. Maar we worden 10e. Onze maat, die wordt nog een stukje lager dan wij. En dat belooft niet al te veel goeds. Maar we hebben er zin in. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at Albert Park, home of the Australian Grand Prix since 1996. And home to round one of this year's Formula One World Championship. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy circuit with little undulation. There are 16 corners around the lake and a couple of good passing opportunities here as well, thanks in part to the DRS zones into turns 1, 3 and 13. Met dat kleine laatste beetje informatie in het achterhoofd gaan we dan vol goede moed beginnen aan onze allereerste My Team Grand Prix ooit. Formule 1 2020. Doe dus even een duimpje omhoog als jullie dit leuk vinden, jongens. Gelijk het handje omhoog, want ja, dit is gelijk mijn burn-out ervaring. Burnout Paradise, Burnout Takedown, Burnout Revenge. Ik heb ze allemaal gespeeld. En dat is hier te zien. Oh, ik was het alweer vergeten. Ja, oh ja, inderdaad. Ja. Dit was... dit gebeurt dus na een seconde of 10.
dat gaan we ons natuurlijk niet laten gebeuren. Geen exit in de eerste of tweede bocht. Kom nou zeg jongens, ja tuurlijk. Maar ik wil wel die burn-out ervaring toch een beetje meenemen. Kijk, we starten vanaf P10, maar ik wil wel gelijk een klein beetje de druk opvoeren jongens. Dat is belangrijk. Goede start is het halve werk. En hoppatee, bam, in de sandwich tussendoor. Ze zijn blij met me. Positie 5. Hartstikke lekker. Positie 5 houden we dan een tijdje vol. Totdat we hier in de verdrukking komen. De verdringing met Ricciardo. En dan worden we gelijk alsnog eraf geknald. En kijk eens even. Weer game over. Daar ging poging 2. Sorry, ik ben echt niet van plan om dit elke week te gaan doen. Maar ik dacht, jongens, kom op. Ik kan niet in de allereerste aflevering ooit gelijk de video gaan afkappen. En dat wilde ik ook helemaal niet. Ik had zoveel zin om echt te gaan racen, joh. Ik heb hier uren gezeten. Ik had al een kletsnatte trui. Kom nou, derde start. En ik beloof jullie, dit is de laatste. We knallen zelf iemand de vernieling in. Ze zijn echt hartstikke blij met me. En onze burn-out ervaringen leveren ons nu P7 op. Hartstikke lekker. En die positie willen we natuurlijk zo lang mogelijk volhouden. Ik laat jullie vooral van de start gewoon veel zien. De hele eerste lap wil ik jullie gewoon eventjes helemaal in meenemen. We liggen dus op de 7e positie. Norris op 5 vlak voor ons. En vlak achter ons zit Leclerc. En die zit daar een hele lange tijd. Sainz ook vlak achter ons. Spanjaard als het goed is. Sainz zeggen sommige mensen. Maar als het Spanjaard is zou ik toch zeggen Sainz. Sainz. En we gaan lekker totdat... Hey, mister. Ben je aan het streamen of filmen? Je zit bijna voor mijn camera nu. Kut. Geen probleem hoor, geen probleem. Maar Ik spreek je later. Sorry. Doe het goed, ik spreek je zo, ja? Ja, jongen, jongen. Net op dat moment, diegene kan er natuurlijk helemaal niks aan doen. Zoals ik zei, ik zit in Purmerend en op een prachtige venue, een prachtige locatie. En daar kwam iemand even gedag zeggen. Net in die derde poging van ons dat het zo lekker ging. Ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon lekker door. Ik reed hem heel even het gras in, maar we liggen nog steeds op P7. En ik dacht, ja, weet je, waarschijnlijk was ik anders ook niet veel dichter op die 6e positie gekomen. Want heel eerlijk, ze rijden toch wel een klein beetje bij me weg. We komen hier wel redelijk in de buurt weer ook. Vlak voor deze benauwde bochtjes. Voordat je dan weer over de start en finish gaat. En hier kan ik hem elke keer net niet lekker doortrekken voor mijn gevoel. Waar dat in Utrecht dus wel kon. Maar 7e plek. Exact na 1 ronde. En daar liggen we ook in ronde 3. Klein sprongetje hebben we dan gemaakt. En nog steeds dezelfde posities zo ongeveer. Wij dus hier nog steeds lekker door de bochtjes. Ik moet zeggen, het gaat echt alleraardigst. Voor Weilando bij zijn debuut. Ik heb eigenlijk de hele tijd een beetje in mijn hoofd gehad van... een top 10 plek wil ik gewoon halen in mijn eerste Grand Prix. Vooral omdat we bij de open training 10e zijn geworden. En toen bij de kwalificatie ook 10e. Of bij de open training 11e trouwens. Ja, 11e en 10e. Dus ik, nou weet je, dat moet gewoon kunnen. En ik doe het nu een beetje voor het eerst. Maar ja, als je zo een paar uur dit zit te spelen, dan gaat het wel steeds beter. Hier worden we overigens ingehaald door Esteban Ocon. Dat is een Fransman. Maar ja, Esteban is toch echt een Spaanse voornaam. Ik denk dat hij zelf ook niet helemaal weet hoe dat nou komt. Misschien is een van zijn ouders Spaans. Geen idee. Esteban Ocon rijdt voor Renault. Dus die heeft misschien ook wel min of meer dezelfde motor als wij. Geen idee wederom of dat zo is. In elk geval rijdt hij voor de ploeg Renault. En vlak achter ons zit dan Perez. Maar die Ocon... die willen we natuurlijk wel eventjes proberen enigszins te blijven volgen. Ik vind het aan de ene kant wel lekker om zo'n haast te hebben. Die lijn zegt natuurlijk al best wel veel. Maar toch ja, kun je nog wat lekkerder die lijn houden of zo. Het is lekker om bij iemand een beetje in de buurt te blijven. Ocon die gaat voor ons uitrijden in lap 4. En ja, nog steeds P8 jongens. Weet je, zoveel ruimte en tijd. Nog zoveel mogelijkheden. Ik zie zoveel perspectief om gewoon een top 10 klassering neer te zetten in deze eerste GP ooit. De GP van Melbourne, dus Australië. Ik las trouwens dat dus allemaal gewoon echt de straten van Melbourne zijn die dan eventjes tijdelijk worden afgezet natuurlijk. Hè. Dan kan het echte verkeer uiteraard niet meer in de buurt komen. Ja, dat is natuurlijk op bepaalde plekken zo. Zandvoort is natuurlijk echt zo'n parcours op een baan buitenaf. Hoe noem je dat? Een circuit. Ja, dat is allemaal wel een circuit. Maar Monaco is volgens mij ook zo'n baan. Correct me if I'm wrong, jongens. Maar dat is dus ook zo'n stadparcours. En dat is Melbourne dus ook. Dan maken we even een klein sprongetje naar ronde 7. En Ocon rijdt nog steeds voor ons. We zijn hem echt al aardig genaderd. En ik heb het boekje even gelezen van tevoren. Of tenminste de game strategy. En na ronde 7 zou ik gewoon eventjes een pitje moeten maken. De pitstop rijd ik eerst veel te hard. Dan rijd ik weer te hard. Ik word helemaal gek. In elk geval
gaat mijn team mij er even doorheen loodsen. Ja, prachtig. Even zo'n close-up, hè. Vinden jullie lekker, hè? Zo zit ik erbij. Godsamme. Ik zweet me helemaal een ongeluk. Ja, echt. Kijk maar. Oh, ja. Ja, gezellig. In elk geval, de pit razendsnel. Wat een topteam hebben we toch. En ja, ik denk dat ik hiermee wel een van de eerste was na ronde 7. Dat stond allemaal, zoals ik zei, in de game strategy. En dan hou ik me daar ook aan. En kijk eens wie we hier hebben. Onze grote vriend Mick Schumacher. Dan kunnen we even met eigen ogen aanschouwen hoe slecht die gozer is. Hij verdient dus 1 miljoen per... Ja, per wat eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet eens per wat. Hij verdient 1 miljoen in elk geval. Ik denk per seizoen. Nee, dat is veel te weinig natuurlijk. Maar het zou toch ook niet per Grand Prix zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Jongens, per wat verdient hij 1 miljoen? Ik heb het niet goed bekeken. Maar Mick Schumacher, de zoon van de legendarische man die wel nog steeds in coma ligt, toch? Nou ja, die gaat in elk geval het pitje in na ronde 8. En hij is niet de enige, want we gaan dan van plek 14, die we heel even tijdelijk hadden, meteen weer door naar ons oude vertrouwde P8-stekkie. En dan komen we natuurlijk weer achter onze oude Franse vriend Esteban Ocon. En die Ocon, die moeten we toch een keertje gaan pakken, jongens. We zitten nu in ronde 9. Dat betekent dat we nog ruim 6 ronden te gaan hebben. 6,5, 7 eigenlijk. Om die Ocon gewoon te gaan pakken. Zet allemaal eventjes in, jongens. Als je de hele video aan het kijken bent, laat even weten. Ik zit nu in ronde 9 en ik voorspel dat Koen gaat eindigen. Weet je wel, hoeveelste denken jullie nu dat ik ga eindigen? Het is een intense race. Dat zien jullie ook aan de titel. Een intense eerste Grand Prix voor Weilando. En nu zitten we in ronde 11. En dit was de ronde waarvan ik dacht, ja, nu moet het gewoon een keer gaan gebeuren. Ik heb nou al zo lang achter die Ocon gereden. Nu moeten we hem gaan pakken ook. En dat gretige zie je er dan aan af. Maar dat gretige is net iets too much. Ik ben te gretig, te gehaaid. Ik loop de kantjes er dan letterlijk gewoon een beetje vanaf. Het zijn vierkante bochten van Weilando. En ik wil niet zeggen dat ik goed ben, maar ja, ik kan wel beter dan wat ik hier in deze ronde laat zien. En ronde 11 had dus de ronde moeten worden waarin ik die Ocon ging bijhalen. Maar het wordt een desastreuze ronde op deze manier. Kijk maar, oh, het gras in. Het gras in. En dan komt die vervelende Leclerc, dat grote talent, wel heel dicht bij ons in de buurt. Kijk maar op dat kaartje links onderin. Ronde 11 zitten we nog steeds. Het is trouwens een hele ruime samenvatting dit, hè, jongens. Laat me ook dat soort dingen weten. Ja, jeetje, dit worden 800.000 reacties op deze manier. Maar het is allemaal nieuw. Het is zo nieuw, jongens. En de eerste keer doet altijd pijn. De eerste keer is altijd wennen. De eerste keer, ja, dat is ook wel altijd een beetje spannend. Maar ik vond het vooral gewoon echt heel leuk. En ik hoop dat jullie dat ook wel meekrijgen door middel van deze video. Ik heb er flink aan gewerkt. En ja, ik kan serieus nu al niet wachten om weer voor de volgende keer naar Purmerend te gaan. En gewoon de volgende aflevering en de volgende Grand Prix al op te nemen. Maar P8 nog steeds 4 rondjes voor het einde eigenlijk. Want we gaan nu de meet over van ronde 11. En echt in ons kielzog. We kunnen zijn geheig bijna voelen. De spetters. Oh nee, hij heeft zijn mondkapje op, denk ik natuurlijk. Maar goed, in elk geval, het geheig horen we achter ons aan het begin van ronde 12. En verderop in ronde 12 komt hij zo verschrikkelijk dichtbij. Kijk op dat kaartje. Het is niet te geloven. Het is bijna alsof hij ons gewoon eventjes lekker een beetje van achter wil voelen van, goh, hoe is het daar? En kijk eens, oh, is het de stress? Is het dan toch de druk van dat grote talent van Ferrari, Leclerc, die ons hier de das om doet? In elk geval worden we ingehaald. En dan wil ik hem terugpakken. Ik ben zo gretig, jongens. Ik kan er geen genoegen mee nemen. Ik had met mezelf wel voorgenomen van tevoren. Een top 10 klassering is prima. Maar kijk even, dit is gewoon zo gretig. En oh, het gaat helemaal fout. En kijk eens even, het dondert wat vanaf daar. Dit is het gezicht van iemand in paniek. Weilando in paniek. Wat lagen we lang goed. P8, maar die Leclerc brengt mijn hele hoofd op hol. Ik weet niet hoeveel fanboys die heeft of misschien wel fangirls. Het is voor mij ook nog best wel een lachen gast, namelijk met zijn vriendin op Instagram en zo. Dat doet helemaal gekke dingen. Hij speelt deze game ook veel. Maar ja, mijn voorgevel is eraf. Hoe noem je het? De voorvleugel. Die is er gewoon af. En vanaf dit moment, ja, ik verklap het maar een klein beetje. Ik krijg die auto niet meer normaal op de baan, joh. Ik weet niet of dat normaal is. Ik denk het wel. Die voorvleugel, die moet je natuurlijk een beetje in balans houden en zo. Maar dit is echt niet te doen. We gaan gelijk afglijden naar, ja, waar zitten we? P10. En kijk dan, joh. Normaal gesproken zou je hem hier prima door kunnen trekken. Maar ik moet helemaal afremmen. En ik hou die auto gewoon niet meer op de baan. Ik vreet mezelf op hier van binnen. En het is al onze derde poging. Kijk, die andere twee pogingen, daar strandde ik binnen de eerste 2-3 bochten. Doordat ik eigenlijk gewoon alleen maar mijn burn-out verleden aan het herleven was. Ja, dit is gewoon het gevolg van mijn onbevangenheid. Ik ben als een soort jonge hond die vrij wordt gelaten uit zijn kooi na 3 maanden opgesloten te hebben gezeten. We worden door iedereen ingehaald eigenlijk.
Door Giovinazzi, door Kvyat hier ook nog. Dan ligt Weilando op P12. We hebben hier overigens de medium banden. Ik weet niet of het daar ook nog aan kan liggen. Ik denk het niet. Ik denk gewoon dat het echt komt door... Ja, doordat ik toen werd ingehaald door Leclerc. Magnussen, die is dan ook al in de buurt. En Stroll, we hebben nog twee rondjes. En ik denk hier eigenlijk alleen maar van, ja, gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Als ik misschien een klein beetje de binnenbocht eens kan houden, wordt het misschien lastig voor mijn opponenten om er ergens langs te komen. Maar ja, kijk, weet je, als dit elke bocht gebeurt, het is niet te doen, joh. Dit hou je niet vol. Stroll is er langs, Magnussen is er langs. En dan zit achter ons nu volgens mij Sainz. Hier doe ik de handen ook in de lucht van, ja, wat moet ik hier nog mee? De race is volledig in het water gevallen op een verder zo'n prachtige, felblauwe, hemelblauwe, zonnige dag in Melbourne. Met publiek op de tribunes, dat dan nog wel. Ja, zit daar publiek? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, corona is hier nog niet echt helemaal in levende lijven aanwezig. We gaan naar P17, dankjewel. Ricciardo was dat. Hartstikke fijn, die willen we dan terugpakken. Daar vliegt trouwens het laatste brok van mijn voorvleugel nog eventjes over het asfalt. Ik kan echt geen bocht meer normaal fatsoenlijk insnijden. We zitten in de voorlaatste ronde, maar we moeten vrezen voor elke plek. Hops, daar gaat de volgende alweer. Grosjean was dat en dan is het drama echt compleet. Nee. Ik verlies. Schumacher. Oh, Schumacher. Zelfs Schumacher is ons voorbij, jongens. Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Mick Schumacher, die dramatische ploeggenoot van mij, die 1 miljoen opstrijkt per weet ik wat het is, is ons voorbij. En dan is het gewoon einde race. P21. Het drama is compleet. Een fiasco in ons debuut. Deze faggot... Nee, dat mag ik niet zeggen. Bottas wint, Hamilton 2 en Verstappen 3. Jullie worden bedankt voor het kijken. Een duimpje zou fantastisch zijn. Abonneer je nog even op mijn kanaal. Thanks. Tot snel. Ciao, ciao.